Belgische hoogleden streden de veldrijders gisteren om de wereldtitel. Langs het parcours 35.000 bloedfanatieke Vlaamse fans. En ze werden niet teleurgesteld. Het leek gisteren bij Vlagen eerder een WK vallen dan een WK veldrijden. Gerben de Knecht opent het bal der schuivers. En daarna gaan vooral mannen aan de leiding onderuit. Hier de Belgen Willens en Nijs op kop. En dan op hun gezicht vervolgens Vervekken aan de leiding. En een salto voorover. Weg zijn zijn kansen, voorlopig. Dan een Nederlander aan de leiding. Richard Groenendaal, de veteraan. Maar u voelt het al aankomen. Daar gaat hij en daar gaan zijn kansen. Groenendaal werd zesde in Hoogleden. Dan blijft er een duo over en hier de beslissing. Erwin Vervekken, regerend wereldkampioen. Laat de Amerikaan Jonathan Page verrassend in de finale aanwezig achter. En Vervekken behoudt zijn regenboogtrui. Page is tweede, Franzooi derde en Richard Groenendaal wordt dus zesde.